starten. De laatste die zal starten is uiteraard de leider in het klassement Joop Soetemelk. Hij start om exact 9 minuten voor 3. Dus dat duurt nog wel even en zeker duurt het dan nog wel even voordat hij hier binnen is. Inmiddels zijn 26 coureurs aangekomen. Die hebben de 75 kilometer tussen Metz en Nancy inmiddels afgelegd. De snelste tijd voorlopig is voor de etappe winnaar van gisteren, Mark de Meijer, in de tijd van 1 uur 43 minuten en 5 seconden. Op 10 seconden gefoto zijn landgenoot Jean-Luc van den Broeke. En op de derde plaats voorlopig Aad van den Hoek in 1:44:15. De weersomstandigheden zijn zeer redelijk vandaag. Het is licht bewolkt, af en toe een zonnetje, af en toe althans vanochtend ook een buitje. Het is nu droog. En het parcours, ja, hoe dat eruit ziet, ik kan het niet zeggen. Ik ben het parcours niet afgereden vanmorgen, maar inmiddels is de eerste Nederlander binnen en dat is Aad van den Hoek. En die weet natuurlijk alles over dat parcours. Daarom Hans Brakke in gesprek met Aad van den Hoek. Aad van den Hoek, eerste gefinishte Nederlander. Wat denk jij van het parcours van deze tijd? Nou, het is een ontzettend lastig parcours. Het loopt wel mooi, het is een beetje glooiend zelf. En af en toe een klein stijl hellinkje erin. Maar het is toch, de wind die maakt het toch ontzettend zwaar. En ja, toch worden wel goede tijden gereden. Maar het vond toch een erg lastig parcours. Ja, je zegt de wind maakt het zwaar. Op zich waren er goede wegen. En de stijgingspercentages voor mannen straks als Hino en Zoetemelk hoeven niet onoverkomelijk te zijn. Nou, het is geen parcours voor de klimmers. Maar het is echt voor de sterke mannen vandaag. En ik dacht toch dat dit toch wel een parcours is voor Hino. En dat Zoetemelk het toch wel... Nog vandaag trouwens kwijt te zijn, denk ik. Wat voor tussentijden, Felix? De snelste die ik daarnet heb gegeven was 1:43:05 van Mark de Meijer. Wel, die tijd is naar een vergeetlijst verwezen. Zij heeft door slechts 1 coureur op dit moment. Maar dat is dan wel Gerry Kneteman. Gerry Kneteman die zojuist is binnengekomen voor Dominique Sanders. Die nog moet komen. Die weliswaar voor Kneteman is gestart. Maar dat speelt helemaal geen rol natuurlijk. Kneteman die, ik zeg nog maar eens even, de Meijer 1:43:05. Binnenkwam in 1 uur 41 minuten en 27 seconden. Dat is al meer dan anderhalve minuut sneller dan Mark de Meijer. Kneteman die ook had aangekondigd dat hij nog wel eens even wat wilde laten zien in deze tijdrit. Hij heeft het laten zien. Hij heeft voorlopig verreweg de snelste tijd. We zullen moeten afwachten hoe lang hij als hoogste man in het voorlopige klassement gehandhaafd kan blijven. Gerry Kneteman. Tussen Frankrijk, tussen de Tourcaravaan en de verslaggevers al daar. En Hilversum. Wel, Charles, 75 kilometer vandaag, dat zou wel een makkie voor je zijn, of niet? Goedemiddag, Felix. Je bent voor mij een beetje slechter verstaan, maar inderdaad, we hangen ook vandaag weer boven de Tour. We hangen er al bijna 3 weken. En het is vandaag precies 3 weken dat wij eigenlijk iedere middag vanuit deze cockpit het weerbericht aan Nederland hebben doorgegeven. En ik zeg met opzet wij, want ik ben hier niet alleen. Naast mij zit mijn Franse collega-vlieger André Pont. En ik neem aan dat je met hem ook even wilt spreken. In ieder geval zal ik hem even vragen, want hij was vanmorgen al vroeg de meteo, of hij en de luisteraars in Nederland het weerbericht voor de komende dagen zal doorgeven. En dat doet hij nu? En wat zeg je? En dat gaat hij nu doen? Dat ga ik nu doen, een ogenblikje, want ik moet wel even de koptelefoon overgeven dan. Ja. Volgens mij heeft hij alles overgegeven momenteel. André! Ja? Hallo! Hallo, you! Hey, Felix Milder! How are you? I give you the weather report. Oh, very nice! All right. Exciting! Last night after landing, we had a cold front, passing up a nasty, getting showered. But it should improve in the next few days because of the high pressure coming from the Atlantic, which will reach our country Saturday morning. So you're lucky, yeah? Thank you very much! Oh, dat begint er goed uit te zien voor Nederland, eindelijk! Ik ben nog heel rustig aan de start en ik moet mijn stem enigszins laten dempen, omdat er hier een stilte heerst, vlak voor de start van Agostinho, de 35-jarige reus uit Portugal. Nou, hij is net losgelaten en fladdert nu wel over de weg en zal ongetwijfeld straks op de grote bestelling zal hij naar Nancy reizen. Hij zal straks dan worden gevolgd door Bernard Hinault en Joop Zoetemelk. Bernard Hinault 3 minuten na Agostinho, Joop Zoetemelk 6 minuten na Agostinho. Wij gaan nu de Portugees volgen en dan 10 kilometer hopen wij te timen. Zojuist hebben we toch even met Joop Zoetemelk gesproken. Maar ja, van een gesprek was eigenlijk nauwelijks sprake. Omdat Joop een enorme spanning verkeert. Vanmorgen heeft hij nog gebeld met zijn vrouw. Je weet dat zij in verwachting is niet alleen, maar dat ze elk ogenblik de baby kan baren. Wel, vanmorgen was het nog niet aan de hand, al kan het elk ogenblik wel komen. Joop dus in dubbele spanning vandaag. Ten eerste om niet alleen de gele trui te behouden, maar met een overwinning op de zeer kleine nederlaag de toeroverwinning te behalen. En de tweede dus vanwege zijn vrouw. U weet allemaal dat Joop een achterstand heeft, want direct Joop een voorsprong heeft in het algemeen klassement van 14 seconden op Bernard Hinault. Dat is een precies dezelfde afstand
als, dan moet ik even diep in herinnering graven, als in 1964, meen ik, tussen Jacques Anquetil en Polidor, die toen een enerverende tijdrit opvoerden naar Parijs. Weer tikje kolde de kloof tussen Joop Zoetemelk en Rino. Joop Zoetemelk uiteraard in het voordeel, omdat hij achter Rino mag starten en omdat hij hem eventueel in de rug zou kunnen zien bovenop een heuvel. Enfin, we zullen u onderweg op de hoogte houden. Wij verkeren allemaal in grote spanning. Joop Zoetemelk zag er zeer vertrokken uit, maar dat is de rust betekent voor hem atleet in conditie. Tot zo dadelijk. Het lijkt erop na 11 kilometer dat Bernard Hinault meteen aan het toeslaan is, want we hebben hier Agostinho in de steek gelaten. We zijn op Hinault gaan wachten en hij had hier een voorsprong op Agostinho, de 35-jarige uit Portugal, van 40 seconden. Ja, u hoort het goed. Na 11 kilometer al een tijd, een voorsprong van 40 seconden op Agostinho. Hoe het met Sieten Zoetemelk staat, weten wij daar niet. Op hem blijven wachten. Nog even voor de kenners dit. Agostinho reed op een verzet van 54-14. Niet al te groot dus, maar de omstandigheden zijn er verder van ideaal. Er is een zijde wind, lichtelijk tegen af en toe. En de weg is ook niet zo snel begaanbaar. Hoe dan ook, we wachten u op Joop Zoetemelk en we blijven met u in spanning. Nog geen nieuws, maar in achterspanning wachten we op Joop Zoetemelk na 11 kilometer in de koers. U weet dus dat Bernard Hinault al 40 seconden sneller was dan Agostinho. Joop Zoetemelk moet nu snel aankomen, want ik heb nog 5 seconden voor hem. En dan heeft hij dezelfde tijd als Bernard Hinault. Ik kijk de weg af en Joop Zoetemelk komt inderdaad in de verte aan. Maar hij heeft ongetwijfeld enige achterstand geboekt, al is het erg weinig. Joop Zoetemelk in een gestrekte trap gaat erg rustig. Een prachtige pedaalslag. Soepele pedaalslag ook. Het is nu eenmaal een roller. Daar komt hij op het besmet. En ik stap aan. Bam! Daar is hij. Hij heeft een achterstand op Bernard Hinault van 13 seconden. En niet meer na 11 kilometer koers. 49 coureurs zijn inmiddels al binnengekomen in deze tijdrit van 75 kilometer en nog altijd prijkt bovenaan de voorlopige ranglijst op eenzame hoogte, zo mag ik het echt wel uitdrukken. Gerry Kneteman in zijn tijd van 1 uur 41 minuten en 27 seconden met een voorsprong van maar liefst 1 minuut en 38 seconden op de tweede man, dat is Mark de Meijer. Het is bepaald denk ik geen toeval dat bij de eerste 5 in het voorlopige klassement 3 coureurs uit de ploeg van Peter Post geclasseerd staan, want de ploeg van Peter Post is natuurlijk altijd nog op jacht naar een overwinning in het ploegenklassement. Het ploegenklassement waarin ze momenteel op de tweede plaats staan, achter de ploeg van Joop Zoetemelk. En die tweede plaats, als er wat aan moet veranderen, moet dat natuurlijk vandaag in die tijdrit gebeuren. Het voorlopige klassement ziet er derhalve op dit moment al volgt uit. 1 Gerry Kneteman, 2 Mark de Meijer, 3 Jean-Luc van den Broeke, op de 4e plaats Wilfried Wezemaal en op de 5e plaats nog altijd erg goed Aap van den Hoek. Dat is de kop van het voorlopige klassement op dit ploeg. Erg interessant natuurlijk, maar de strijd van vandaag, u weet het zo langzamerhand, pikt zich helemaal toe op die gele trui, op de overwinning in de Ronde van Frankrijk. Anders gezegd, op de strijd tussen Bernard Hinault en Joop Zoetemelk. Hoe is het ermee, Theo? We zullen gaan timen in elk geval. We zijn zojuist het plaatsje Pont-Milieu binnengereden op 19,5 kilometer. En we zijn nu precies zelf 20 kilometer gevorderd, omdat we al enige tijd door het plaatsje rijden. Ik bevind me nu al een minuut of 10 achter de deinende rug van Bernard Hinault. En ik moet zeggen dat ik zeer geïmponeerd ben door deze 23-jarige Breton. Die op zijn onwaarschijnlijk grote versnelling, waarvan de concurrenten zeggen ze allemaal misselijk worden als ze er naar kijken. Deelt die onwaarschijnlijk grote versnelling als een gek vooruitstel. Hij is naar mijn gevoel ongrijpbaar voor alle concurrentie. Maar of Joop Zoetemelk inderdaad niet hem kan benaderen, dat zullen we nu gaan uitwijzen. We zullen een timingspunt gaan opzoeken. En het is deze uitzending voor u gaan maken. Dan kunt u zelf de spanning meebeleven. En kunt u waarschijnlijk zelf op uw horloge mee gaan timen als we terugkomen in de uitzending. Even kijken. Daar ligt de duizendrempel. Ligt de duizend. Daar pakken we hem. 1, 2, 3, 4. Bam. Daar is hij getimed. En hier gaan we staan met onze motor. En nu we wachten op Joop Zoetemelk. Na precies hoeveel kilometer? Na 21 kilometer. Na 21 kilometer precies wachten wij dus op Joop Zoetemelk, die na 11 kilometer, zoals je weet, een achterstand had van 13 seconden en hij mag er 14 prijs geven. Dat is toch spannend, hè? We hebben nog 11 seconden, nog 10 seconden en dan moet Joop Zoetemelk hier op de bocht verschijnen, maar hij is nog niet te zien. Hoewel ik van George Toro van boven in de vierde al heb gehoord dat hij op komst is en dat ik hem elk ogenblik in het zicht kan krijgen. Hij heeft in elk geval, dat hij nu al duidelijk een achterstand opgelopen in vergelijking tot Bernard Hinault. Geen verontrustingsgebaar natuurlijk nog, want je moet er rekening mee houden dat dit toch 72 kilometer lang is. Ik heb zojuist de radio toegehoord, geen 75 kilometer, maar 72 kilometer is exact de afstand. En Bremol staat nu de motor, dat heeft u waarschijnlijk gehoord in de uitzending. Ik zie daar de motoren aankomen, inmiddels is de achterstand al gerukt op 20 seconden. En geen schande is het van Bernard Hinault, ik heb dat al eerder betoond, geen verschrikkelijk hard bestand. Zo is eigenlijk in tegenstelling tot zijn gewoonte. Daar komt Joop Zoetemelk en nu gaan we timen. Even kijken bij dat witte huis. Joop, moet nu dat heuveltje afkomen. Ja, bam, daar is hij. Maar de achterstand bedraagt nu al, schrik je niet, 33 seconden op Bernard Hinault. Na precies 21 kilometer. Waar moet dat heen?
spannend. We rijden hiernaast Cyril Guimard, de ploegleider van Bernardi Nol. Hij knikt zeer bemoedigend, maar ik wil zeggen bemoedigend voor Bernardi Nol. Want hij heeft nog geen enkele inzinking gekend. We hebben nu zo'n 28 kilometer afgelegd. We naderen nu een rij hoge bomen. En daar gaan we weer timen. Want hij is 10 man mooie met de 23 jaar. Ik herhaal het maar, het is onwaarschijnlijk. Hij rijdt op het 13e horizon juist van Guimard. En de kennis weet ongetwijfeld wat dat betekent. Met tegen een schuine wind in. Daar, bam, daar hebben we getimed. En nu maar het afwachten wat Joop doet en wel doet. In het verloop van deze koers. Dan gaan we nu de wagen neerzetten. Want direct de motor neerzetten. En dan wil ik precies van Raymond horen hoeveel afstand Dino heeft afgelegd. Hoeveel is dit afstand nu? 29 kilometer. 29 kilometer heeft Dino afgelegd. En mij waar weer wachten. Maar weer wachten op Joop Zoetemelk. Die ik even heb zien rijden. En ik moet zeggen, hij reed nog altijd voortreffelijk. Hij maakte een goede indruk, een solide indruk. Nog altijd de rouleur. Geen enkele inzinking ook. Maar het gaat nu helemaal niet rap genoeg tegenover een echte tijdrijder. Zoals Bernardi Nol is. U weet ongetwijfeld dat hij vorig jaar de Grand Prix de Nation heeft gewonnen. Met, dacht ik, zo'n 5 minuten voorsprong op Joop Zoetemelk. Maar er is een Ronde van Frankrijk geweest. Er zijn vreselijk veel toppen geweest. En daardoor zou die man vermoeid kunnen raken. Zou die vermoeid raken, Bernardi Nol? Het is een vraag. Nou, beginnen we even bij Heijs de Bakker aan de aankomst in Nancy, want ik heb u uit binnen zien komen, Jan Raas. Jan Raas zal niet hoog eindigen in het klassement van deze tijdrit, want hij heeft gefinished met een tijd van 1 uur 48 minuten en 13 seconden. En dat is bijna 7 minuten langzamer dan de snelste tijd van Kneteman. Geen opvallende prestatie dus van Jan Raas. Maar als het goed is, dan zouden we nu over moeten schakelen naar Theo Kover. Theo, kom er maar in. Nou ja, traag, wat hij traag natuurlijk in zulke tijd is. In elk geval hoe hij de kracht heeft verdeeld. Daar komt Joost te melden. Die kleine figuur, die hele figuur voor een reeks van wagens. En omgeven door een reeks van motoren, een zwerm van motoren, mag ik wel zeggen. We zijn inmiddels al 25 seconden over de tijd heen. Die bijna die nog liet afdrukken. Even kijken, daar komt Joost te melden. Vlak bij die bomen terecht. Een halve minuut is het inmiddels geworden. De achterstand is iets groter geworden, maar weinig groter. Joost te melden hoeft weinig prijs te geven op dit ogenblik. En daar tijm ik nu op precies 39 seconden. Joop Zoetemelk, na 29 kilometer, heeft een achterstand van 39 seconden op Bernard Hinault. Ik kan melden de aankomsttijd van Vidor den Hertog. Ook hij zal niet erg hoog eindigen in het klassement van deze tijdrit. Hij heeft kennelijk een beetje op zijn gemak gereden. 1 uur 47 minuten en 51 seconden. Het is nog iets sneller dan de tijd van Raas die ik in de vorige reportage kon doorgeven. 1 uur 48 minuten en 13 seconden. En dat is misschien een wat tegenvallende tijd van Raas. Nou, dat is, wat dat betreft valt dat nogal mee, denk ik. Ik heb u daarnet iets verteld over dat ploegenklassement. Het is zo dat voor dat ploegenklassement de 5 snelste rijders per ploeg in aanmerking komen voor het zetten van een tijd. En ik heb u al verteld dat in het voorlopig klassement op dit moment bij de eerste 5 man 3 mensen van de ploeg van Peter Post staan. En er komen er nog 2, u weet, Henk Lubberding en Paul Willems. Allebei toch min of meer genomeerde tijdrijders. En zij moeten dus het vijftal volmaken die 5 renners van Post hoog in het klassement van deze etappe gaan brengen. Goed, zover zijn we al niet. We hebben binnengekregen Pedro den Hertog en we hebben nu in totaal binnen 57 coureurs. Met andere woorden, het schiet al lekker op. Even de ervaringen van Jan Raas in deze tijdrit. We schakelen over naar Hans Brakke. Jan Raas, wat was jouw indruk van je eigen rijden en van het parcours? Nou, het was een ontzettend lastig parcours, vooral door die strakke wind die er stond. En het was er nog heuvelachtig. Dat was op kilometer 20 van het einde was er dan nog een smerig bergje in. Ik dacht dat het echt mannen voor de kracht was. Dat Hinault, Zoetemelk, Kneteman. Dat blijkt trouwens wel. Kneteman is nog steeds de snelste tijdmening. Dat het vooral een parcours was voor die mannen. Hoe heb jij gereden vandaag? Nou, ik heb geprobeerd een goede tijd te rijden, maar ik kwam na 20-30 kilometer tot de conclusie dat ik niet helemaal goed marcheerde. Dus ik zei, ik ga het gewoon een beetje rustig eraan doen. En, ik heb goed getraind als ik vandaag. Er komen nog 2 dagen en ik probeer morgen en overmorgen nog een keer. Ja. 5 seconden nog resten, Joop Zoetemelk, om een gelijke tijd te hebben hier op een tussenpunt. Dat is naar 39 kilometer, geloof ik, hè, Raymond? Ja, precies 39, Theo. 39 kilometer, maar inmiddels zijn er alweer 5 seconden overheen. Dus Joop Zoetemelk heeft nog altijd achterstand. Dat is natuurlijk niet te verwonderen, want je loopt niet zomaar gauw die 39 seconden achterstand in die hij noteerde na 29 kilometer. We houden wel de 9 in deze tijdrace. Maar Joop Zoetemelk is nog altijd niet in zicht en hij zou toch eigenlijk de bossen alles binnengedraaid moeten zijn. De bossen waren weer te midden van ons. Ik raak een beetje verwarring op dit ogenblik, omdat ik voortdurend getoeter hoor in mijn koptelefoon. Ik neem aan dat het verder geen consequenties heeft. Maar nu zie ik wel de eerste motoren zich naar het bos binnendraven en het houdt dus in dat Joop
goed als je zo bekijkt. Maar ja, het kan een kleine verzet zijn. Het gaat natuurlijk niet sneller dan Benarino, dat is duidelijk. Daar is hij, te midden van de wagen, te midden ook van de motoren. Inmiddels is het 57 seconden, 58 seconden. Het wordt meer dan een minuut. Nu is het al een minuut. En wij zijn nog maar een paar meter verwijderd van die boom. Er waren nog tijd en pas, daar is hij. 1 minuut en 3 seconden achterstand voor Joop Zoetemelk. En zo langzamerhand begin ik te vrezen dat de Nederlander aan het verliezen is tegen Benarino. Die ons kan ontvangen. Bijna 60 kilometer heeft Benarino nu afgelegd en in de razende vaart daalt hij een helling af. En zijn voorsprong bedroeg na, even kijken, na 50 kilometer precies 2 minuten op Joop Zoetemelk. Waarmee dus voldoende is aangetoond dat de Nederlander verslagen is. Niet alleen in deze tijdrit, maar ook in de complete ronde van Frankrijk. We waren er allemaal aan bang voor geweest. Het kon het moeilijk anders. Maar nu is het al definitief. Benarino had krachten genoeg gespaard. Energie genoeg over om deze tijdrit in hoog tempo te voltooien. Natuurlijk, hij heeft nog 12 kilometer af te leggen. Maar dat zal hij ongetwijfeld in zijn bekende tempo gaan doen. Want juist aan het einde van de rit demonstreert hij zijn grote begaafdheden. Hij moet nu ongeveer een minuut achter Agostinho zitten. En dat houdt dan in dat Agostinho en Zoetemelk elkaar redelijk in bedwang houden. En we zullen straks even bij Agostinho gaan kijken hoe hij in vergelijking tot Joop Zoetemelk in de race ligt. U weet dat de Portugees 4 minuten en 7 seconden achterstand heeft in het algemeen klassement van Joop Zoetemelk. En ik neem aan dat Joop toch hoe dan ook tweede blijft in de rangschikking. Ja, zojuist is gefinished Henk Lubberding in zeker niet van zwitte tijd. 1 uur 43 minuten en 58 seconden. En daarmee staat Lubberding voorlopig op 1, 2, 3, 4, 5, de zesde plaats in het klassement. Want even daarvoor is gefinished Van Impe in de tijd van 1, 43, 48. Hij staat nu vijfde. Lubberding dus op een zesde plaats en Van der Hoek nog steeds op een keurige zevende plaats. Dat betekent 4 mannen van de ploeg van Peter Voort bij de eerste zeven. Nog steeds een florissant beeld. U heeft begrepen, de verbindingen met Theo zijn een klein beetje moeilijk. Hij heeft ook gesproken over Agostinho. Ik kan u een kleine indicatie geven over de prestatie van Agostinho. We krijgen hier aan de finishlijn officiële tussentijden door. Die zijn inmiddels denk ik alweer wat achterhaald in de wedstrijd. Maar de officiële tussentijden die wij doorkregen waren die na 46 kilometer. En toen was de snelste tijd inderdaad die van Bernardino. Hij werd op slechts 16 seconden vervolgd door Josep Bruyère. Op 1.27 door Zoetemelk en op 1.42 door Agostinho. Dat betekent dat na 46 kilometer Zoetemelk dus nog een 15-tal seconden voorsprong had op Agostinho. De tweede plaats in het klassement van Joop Zoetemelk lijkt dus niet in gevaar te komen. De gele trui, dat kan niet vergeten, dat is u inmiddels duidelijk geworden. Hino gaat de gele trui pakken. Hino gaat waarschijnlijk ook deze ronde winnen. Dat wil nog niet helemaal zeggen dat Hino ook deze tijdrit gaat winnen. Dat is nog een strijd die moet worden uitgevochten tussen Hino en de Belg Josep Bruyère. Het zit er niet best uit voor Joop Zoetemelk. Ik had eerder gezegd dat ik niet anders verwacht. Maar ja, je wilt graag optimistisch blijven, dat is duidelijk. We staan hier op 7 kilometer voor de finish. En we hebben Benarino verlaten, die op weg is naar een grote triomf. Althans op Joop Zoetemelk. Voor het overige weten we het uiteraard niet hoe de stand van zaken is in vergelijking tot de andere wielrenners in deze tijdrace. Wel duidelijk is dat Benarino Agostinho gaat inlopen. Hij had hier nog een achterstand van een 103, ja, laten we zeggen 100 of 3 meter, meer niet. En ik neem aan dat Agostinho, de man uit Portugal, vlak voor het einde nog door Benarino zal worden gepakt. Want hij ontwikkelde nog, Hino dus, een geweldig tempo hier, 7 kilometer voor de finish. Hij leek nog fris, hij had een geweldige coupe de pedaal en hij zal ongetwijfeld straks in het geheel worden gehezen. We wachten nu dus nog steeds op Joop Zoetemelk. Inmiddels zijn er verstreken 2,5 minuut. Het lijkt me te lang te duren voor u om met deze reportage door te gaan. Maar zodra hij hier aankomt, zal ik het u melden. Want zojuist, enige seconden geleden, komt binnen in de snelste tijd dat u door Josep Bruyère. De Belg, ik heb het u al voorspeld, ik heb ook wat tussentijden gegeven in vergelijking met die van Bernardino. De Belg die bezig was met een voortreffelijke tijd, is Josep Bruyère. Hij finisht in de onwaarschijnlijk snelle tijd van 1 uur 40 minuten en 30 seconden. Dat is bijna een volle minuut sneller op 3 seconden na dan Gerry Kneteman, die nog steeds het voorlopige klassement tot dan aanvoerde. En we gaan nu kijken naar de binnenkomst van Christian Cernek, de man die dus door Bruyère is ingelopen. Cernek komt nu binnen in 1.44.08. 1.44.08 en die neemt dan plaats in het klassement net voor Aad van den Hoek. Zodat we op dit moment aan de leiding hebben Josep Bruyère, op de tweede plaats Gerry Kneteman, derde Paul Wellens, want ook hij is binnengekomen als laatste man uit de Peter Postploeg. Hij staat voorlopig op een derde plaats in de tijd van 1.42.16. Vierde de Meijer, vijfde van de Broeke, zesde Galdos. Zevende dan Wilfried Wezemaal, achtste van Impe, negende Lubberding. En op een elfde plaats dan Aad van der Hoek. Vijf mensen van Peter Post bij de eerste elf in het voorlopige klassement. Terwijl we nog 3 mensen hier aan de finish moeten binnenverwachten.
inderdaad eerst over naar de aankomst, want we gaan kijken naar de aankomst zometeen ook al van Bernard Hinault. En hij wordt meestal vooraf gegaan door een man die hij bijna heeft ingehaald, maar Agostinho heeft hij helemaal ingehaald. En hier is Hinault! Hinault in 1.39.29, wat een verschrikkelijke tijd! 1.39.29, dat is nog 1 minuut en 1 seconde sneller dan Joseph Bruyère. U weet, een 20-tal kilometers voor de eindstreep was het verschil nog 16 seconden. Het is nu uitgegroeid tot 1 minuut en 1 seconde. Het is niet te geloven wat deze Bruyère helemaal presteert. 1 uur 39 minuten en 29 seconden. Verreweg de snelste tijd voor Bernard Hinault. Terwijl wij gaan wachten op de laatste melding die moet binnenkomen. Joop Zoetemelk, kunnen we misschien nog even gaan proeven bij Theo Komen. En wij rijden hier vlak voor Joop Zoetemelk uit. Een verslagen jongen, dat is te zien. Hij heeft natuurlijk al lang gehoord dat hij in een verslagen positie lag. En hij gaat erg moeilijk vooruit. Hij is goed verstap gegaan, vind ik tenminste, voor zijn doen. Want als we nog even dat rijtje nakijken, dan zien wij dat hij na 11 kilometer een afstand had van 13 seconden. Na 20 kilometer van 33 seconden. Na 29 kilometer van 39 seconden. Na 39 kilometer van 1 minuut en 3 seconden. En nu heb ik hem getijd op 7 kilometer van de finish op 3 minuten en 15 seconden van Bernard Hinault. Het houdt wel in dat hij redelijk in evenwicht is gebleven met betrekking tot Agostinho. En het houdt dus tevens in dat hij tweede wordt in het algemeen klassement. En Joop Zoetemelk is al 3 keer tweede geworden. Het zou te ver voeren en te lang duren om hierom op te blijven staan wachten. In elk geval, u bent voldoende ingericht voorlopig. Wij gaan naar de finish samen met Joop Zoetemelk. En we zullen daar ook zeer verslagen aankomen. En ik mag u dan vertellen hoe Joop Zoetemelk bezig is met de laatste honderden meters van deze tijdrit. De verslagen Joop Zoetemelk, want het zijn inmiddels al 1.42.50 staat hier op de klokken als tijd die hij op dit moment heeft afgelegd. En hij is er nog niet eens. En ik herinner u nog maar even aan de winnende tijd van Bernard Hinault. 1.39.29. Daar is Joop Zoetemelk nu al 3,5 minuut op achtergebleven. Joop Zoetemelk die het absoluut niet heeft kunnen maken vandaag in deze tijdrit. Er waren velen die hadden voorspeld dat Hinault zou winnen. Er waren enkele van onder zichzelf die nog hadden gehoopt dat Zoetemelk het zou kunnen maken. Het is niet mogelijk gelukkig vandaag met Joop Zoetemelk. En hij is nu echt bezig aan de laatste fase van zijn tijdrit. Het fluitje van de aankomst rechter gaat. Dat betekent dat hij zometeen daar de bocht om gaat komen. En dat betekent dat hij dan nog 200 meter te gaan heeft. Daar komt hij inderdaad in de verte aan. Achtervolg, maar allerlei motoren en auto's erachter natuurlijk. De aankomstrechter die de mensen hier van de weg af bonjourt. Loopt Zoetemelk 1.43.5 is hij al. Oh, wat wordt dit toch een, smakelijke Nederlander moet je niet zeggen. Want hij heeft het geprobeerd. En daar is hij binnen in 1.43.39. 1.43.39, dat betekent dat Joop Zoetemelk in de tijdrit is geëindigd op de negende plaats. Op de negende plaats, 1.43.39. En dat betekent dat hij 4 minuten en 10 seconden langer heeft nodig gehad voor deze tijdrit dan de absolute winnaar, niet alleen van deze tijdrit, maar ook de absolute winnaar van deze 65e ronde van Frankrijk, Bernard Hinault. En dan kunnen we de klassementsresultaat gaan opmaken, wetende dat Hinault de trotse winnaar is in de winnende tijd van 1 uur 39 minuten en 29 seconden. Op de tweede plaats met een achterstand van 1 minuut en 1 seconde, Joseph Bruyère. Op een derde plaats, en laten we dat maar eens even goed gaan onderstrepen, want de man heeft een uitstekende prestatie geleverd met een achterstand van 1 minuut 58 seconden, Gerry Kneteman. Op de vierde plaats, alweer een man uit de stal van Peter Post met een achterstand van 2 minuut 47, Paul Wellens. Op de vijfde plaats, Agostinho met een achterstand van 3 minuut en 1 seconde. Op de zesde plaats, De Meijer met een achterstand van 3 minuut en 36. Op de zevende plaats, Jean-Luc van den Broeke met een achterstand van 3 minuut en 46 seconden. Op de achtste plaats, Francisco Gandos met een achterstand van 3 minuten en 55 seconden. En dan ben ik even Gerard Zoetemelk kwijt in mijn enthousiasme. Wat had hij ook weer voor tijd? 3:39, ja, dat was hem. Hij komt dus op de negende plaats terecht, Joop Zoetemelk. En op de tiende plaats, Wilfried Wezenmaal, alweer een man uit de ploeg van Peter Post. En dan ga ik even kijken. Henk Lubberding wordt dan op de 12e plaats geclasseerd in deze etappe met een achterstand van 4 minuten 29. En op een 14e plaats, Aad van den Hoek, met een achterstand van 4 minuten 46. Jammer voor Zoetemelk, uitstekende prestatie van de mannen van Peter Post. Dat is het resume van deze tijdrit. Ja, in alle rust hebben we eventjes uitgerekend welk een enorme chaos deze Bernard Hinault toch in feite wel heeft aangericht in het klassement van deze Tour de France. Was het verschil gisteren nog 14 seconden in het nadeel van Hinault ten opzichte van Zoetemelk. Vandaag zijn de papieren toch wel drastisch anders komen te liggen. En het algemeen klassement ziet er na deze verwoestende tijdrit dan al volgt uit. 1 en gele truidrager dus Hinault. Op de tweede plaats met een achterstand van 3 minuten en 56 seconden Zoetemelk. Derde op 6 minuten 54 Agostinho. Vierde op 9 minuten en 4 seconden Bruyère. Vijfde op 12 minuten 50 Cesnek. Zesde Paul Wellens op 14:38.
Zevende Francisco Caldas op 17 minuten en 9 seconden. En achtste Henk Lubberding op 18 minuten en 47 seconden. Deze Hinault is wel ongelooflijk sterk, dat mogen deze cijfers uitwijzen. Ik ben ook eens even gedoken in de klasseringen van de beste 5 van de proef van Peter Post, vergeleken met de beste 5 van de proef van Joop Zoetemelk. U weet, interessant voor de strijd om de overwinning in het ploegenklassement. Het ploegenklassement dat tot de dag van vandaag werd aangevoerd door de ploeg van Joop Zoetemelk. Wel, je kunt dat niet allemaal uitrekenen, dat is werk voor een computer. Maar een kleine indicatie is er toch wel. De ploeg van Post heeft zonder twijfel veel van de achterstand goed gemaakt op de ploeg van Zoetemelk. Ik kan niet helemaal overzien of het genoeg is geweest, maar de volgende cijfers mogen u een indruk geven. De beste 5 van de ploeg van Peter Post waren op een 3e plaats Kneteman, op een 4e plaats Wellens, op een 10e plaats Wezemaal, op een 12e plaats Lubberding en op een 14e plaats Aad van den Hoek. 5 man dus bij de eerste 14. En dan de beste 5 uit de ploeg van Zoetemelk, toch zo sterk tot de dag van vandaag. Dan komen de klasseringen. Op een 9e plaats Joop Zoetemelk zelf, op de 13e plaats Christian Sesnek, op een 22e plaats Sven-Auken Nielsen, op een 23e plaats Charlie Roepstel. En voor de 5e man uit die ploeg moeten we diep in het klassement duiken. Ongeveer op de 40e plaats Hubert Mathies. Dat zijn de 5 mensen uit de ploeg van Zoetemelk. Anders gezegd, de ploeg van Peter Post heeft zeer degelijk aan de weg getimmerd vandaag.